Zo, nou, Rodi heb ik mijn huis uitgeflikkerd, echt waar. Als ik zelf effecten wil, dan doe ik dat nooit hierboven. Zo, nou, Rodi heb ik mijn huis uitgeflikkerd, echt waar. Echt, als ik iets aan hem vraag van joh. Kun je helpen? Mag ik dan even voorzitten? Nee, ik wil het zelf leren. Ik moet het niet zien dat hij iets doet en dat ik het zelf niet kan doen. Want daar begrijp ik helemaal niks van. Ik moet het zelf doen op mijn computer en met mijn vlog. En dan zegt hij, ja, maar het is, nee, maar het is wat jij wil. Nee, het is niet altijd maar wat ik wil. Hij is zo rauw is van dat er gaat, te lief. En daar kan ik niet tegen. Het is, oh ja, maar het is wat jij wil. Het is ja, wat jij wil. Nee, het is niet wat ik wil. Dus ik heb hem lekker mijn huis uitgetiefd. Hij zoekt het maar lekker uit vandaag. Ik hoef hem even ook voorlopig even niet te zien. Dus mijn vlogs worden alleen maar van mij en mijn dieren. Top. Helemaal goed. Dus, ik ga er een feestje van bouwen. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dan is mijn dag weer goed. Zo, en ik ben dus even iemand aan het helpen. Wat ik dus al zei in mijn voorstukje. Zo, ik weet even niet hoe ik mijn telefoon moet houden. Ga ik even naar haar YouTube kanaal. Nou ja. Ga ik even koekeloeren. Vind ik leuk. Samen met jullie. Beauty. Je zo jeukjes aan je oortjes, schatje. Ja, hè. Dieren loven in. Ja. En die help ik dus. Zij heet dus Davina, volgens mij op mijn hoofd. Ik weet het even niet zo zeker. Even kijken. Koekeloeren, koekeloeren, koekeloeren. Messenger. Ze zijn lekker boven bezig. Ah! Ja. Maar ik heb de honden. Darina zelfs. Ja. Haar help ik dus nu. Met hoe dingen moet met videopad. Dus dat komt ook wel weer goed. Ja. Als ik zelf effecten wil, dan doe ik dat nooit hierboven. Zoals wat jij dan doet. Hier. Hier kom ik eigenlijk nooit aan. Ik kom eigenlijk altijd hier. Tussen de video's in. Zie je dus hier dit. Deze blokje. Hier op klik, krijg ik dit allemaal te zien. Daar kies ik dan uit. Ik heb alles al gedaan. Even kijken, kijk. En hier heb ik dus deze. Dat zie je. Nou, ik kan dus ook die dus doen. Oh, even ruiken. Even lekker ruiken. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog wel leuk? Hartstikke leuk. En dan krijg je ook weer een leuke comment. Ja. Zo, ik had al iets in de gaten. Ja, nou. Nou. En dan heb ik dus deze. Deze is dus als laatste. Belletje. En reageren. Ja. Nou, en dan zoom ik dus in. Pak ik hier. En deze laatste dan. En dan doe ik naar crossfade. Nou, en dat is dan een effect. Reageer. Hartstikke leuk. En dan krijg je weer een leuke comment. Nou, dat was hem. Zo, ja, dan denk je zelf een beetje rustig te zijn. Krijg ik een heel appje van Ro. Ik zal hem even voorlezen. Heb ik even schart aan. Het is wel lief bedoeld. Daar niet van. Ja, ik kom eens een keer raar uit de hoek. Maar ja, ook dat heb je soms. Lieve schat, begrijp dat je chagrijnig bent door de narcose en de nieuwe coördinaten. Nee, daar ben ik nou niet chagrijnig onder. Scheelt weer. Nee, ik wil gewoon een vlog in elkaar zetten. Gaat hij dus. Hij zat dus in deze stoel. Gaat hij zeggen, nee schat, dat moet even anders. Je kan ook dat en dat doen. Hallo, ik ben bezig. Ik kan het ook even op een andere leuke manier. Dus daar werd ik al een beetje pissnijdig over. Denk je, ja, hallo, ik ben bezig. En als jij bezig bent, laat ik je ook met rust. Maar hij is iemand die overal ook, hoe heet dat? Hoe heet dat nou?
Hij is heel Pieter precies in dingen. Maar ja, ik ben ook op mijn manier Pieter precies. Daarom maak ik dus eigenlijk al in principe vlogs als ik gewoon lekker alleen ben. Nou, weet je, gewoon wil ik er even samen, maar nee, gaat hij er weer mee bemoeien. Dus daar werd ik dus al chagrijnig van. Ik denk, ja, godgroeiende glasplaten vind ik niet leuk. Dus ik zeg erop, ook op die manier op, hoe en why. Ja, doe maar even rustig. Ik ben rustig omdat jij ook op die toon iets zegt. Ja, dan is het gewoon actie, reactie. Maar dat hoef je niet tegen mij te doen. Ik geef je alle ruimte die je nodig hebt. Sta altijd voor je klaar. Daar ben ik het met hem eens. Ik ga met je mee als je dat wilt. Dat hoef je niet altijd. En hou van je en je maakt het soms heel moeilijk. Ook voor jezelf. Nee, ik maak het niet moeilijk voor mezelf. Maar moeilijk dan waarschijnlijk voor hem. Maar oké. Als je weer wat rustiger bent, dan wil ik wel weer langskomen. Kusjes. Nou, ik heb hem al 10 keer gebeld. Dat ik rustiger was. Ik dacht, nou, dan bel ik hem. Dus ik zeg wel, kijk eens hoe vaak ik heb gebeld. Ik ga je nu nog 1 keer bellen. Neem je niet op. Ligt de keuze aan jou. Dan heb ik al 11 keer gebeld. Nou, dat is dan toch in principe wel heel netjes, toch? Nou ja, maar ja, anyway. Hier ligt er een rode. Daar ligt er een zwarte met een mooi hartje. Dan ligt hier Beauty. En Lovely, die ligt lekker bij de keukendeur. Yep. En daarbij, Ro heeft nog niet eens gereageerd of gekeken. Dus hij zoekt dat maar lekker eens een keer uit. Hij denkt nou maar eens een keertje naar, ik niet. Toch? Ja, vind ik wel. En wat vinden jullie? Kijk, als ik dus, dit is dus inzoomen wat ik doe. En dan krijg ik dat dus. Maar als ik uitzoom, dan gaan ze ook weg. Soms, ook niet altijd. Net zoals hier. Hier zie je hem niet. Hier. Hier wel. Als ik dus nu ga inzoomen. Hey, zie je dat? Kijk, moet je op en op dat ene rode streepje letten. Daar stond niks, hè? Kijk, nu wel. Zie je dat? Hier ook. Tussen die twee. Staat niks, hè? 1, 2. Hé, hey, zie je dat? Hij komt tevoorschijn. Omdat ik dus inzoom. Als ik uitzoom, dan gaan ze inderdaad ook weg. Niet hier, omdat dit hele grote zijn. Maar dit zijn hele kleine video's. En dan zie je dat ze dus tevoorschijn komen. Zo, ik ga even ruiven ophalen. Hij negeert me nog steeds. Of hij is in slaap gevallen, kan ook. Lekker een eikoekje. Ja. Dus daar ga ik ook lekker van smullen. En dan even kijken of hij weer mee wil. Ik hoop het wel. Want Darina heeft zijn hulp nodig. Dus ja. En ik heb alweer 1 vlog gemaakt. Dus maar. En dan kan ik straks nog weer even misschien even 2 vlogs maken. Dus ja, komt wel goed. Nou, en wie heb ik nou opgehaald? 3. Ja, jullie horen het al. Kijk. Hey. Mijn liefstallige mannetje. Mag ik heel even? Kijk. Dan zie ik niks. Tuurlijk wel. Kijk eens naar mij. Ja. Tuurlijk zie je wat. Nee, ik zie niet even. Zo. Ja, nou, de conclusie. Wij kunnen gewoon niet meer zo goed aan tegen die hitte. Nee. Hij kan er al helemaal niet tegen. Nooit gekund. Nou, ik wel. Maar tegenwoordig, ik word er zo chagrijnig van. Maar dat hebben jullie gezien, want ik heb hem ook een beetje uitgelaten naar jullie. Over een beetje onze woordenwisseling en bla 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 bla. Maar, joh, kan gebeuren. In elk huisje heeft ze kruisje, zeg ik altijd maar weer. Ja, je hebt ook een kruisje toch? Ja, hier ergens een kruisje, ergens op mijn buik. Ja, maar dan omgekeerd. Ik wil er even naar kijken natuurlijk, hè. Als jij kijkt, is het goed. Ja. Precies, dus ach ja, kan gebeuren, ja toch. Dus we lopen dus nu weer naar mijn huis met drie etensbakken.
3, 2, weet ik het. Het is maar net hoe je het weer bekijkt. Voor rookkwark en een papoutje en chippies. Dus. Lekker. Lekker, zegt hij ook nog. En Rodi gaat zo meteen even weer even Daphina helpen. Ja, maar niet zo heel lang, maar gewoon heel eventjes korte dingetjes uitleggen. Doe ik ook. En wel eventjes dan even met teamviewer. Maar dan komt het helemaal goed. Ik ga jullie bedanken en ook namens mijn man Roderick voor het kijken naar deze geweldige, leuke, saaie, humoristische vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer. Tot de volgende keer. Doei!